Goedendag, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Transparant, het programma waar wij politieke en maatschappelijke onderwerpen ter sprake brengen. Mijn naam is Donovan Belkendijk en we zitten hier met een bekende gast, de heer Knoppel, Rumi Knoppel. Bedankt voor het aanwezig willen zijn. Thank you, Donovan. Oh, oké, in de tussentijd ben je... Nee, in principe heb je al kleur, nee man. Ja. Je bent lid van een politieke partij, nog een van de grootste, dat is VAB. Ja. Hoe is dat proces aan toegegaan dat je nu van VAP-lid bent? Nou, ik heb, ik weet niet hoeveel mensen dit weten, maar ik ben al 16 jaar bezig geweest op het sociaal-maatschappelijk vlak. Mm. En ik ben altijd buiten het systeem bezig geweest. Sorry. En op een gegeven moment toen ik doorhad dat waarmee ik was veel bezig met jongeren. We proberen ze te trainen in hun denken, langtermijn denken, afspraken, respect, zelfrespect, wetgeving, overeenkomsten, dat soort dingen. Maar op een gegeven moment had ik door van, hey, we moeten meer doen, want dit is niet genoeg. En ik heb in de afgelopen periode heb ik met heel wat niet-politieke organisaties gesproken, ook met mensen, bedrijven. Maar er waren gewoon te veel fundamentele verschillen. En op een gegeven moment begonnen de mensen die ook met me zijn, de kern, die begonnen toen te zeggen van, begonnen met het idee te spelen van luister, misschien moeten we toch in het systeem proberen te gaan. Omdat wat constateerden we? Mensen zijn het eens, veelal met het concept waarover ik al jarenlang praat, maar men wil niet in actie komen. En ik begrijp het nu, omdat men veel te bang is voor de regels, de wetgeving. Dus diezelfde wetten die ons eigenlijk zouden moeten empoweren, die houden mensen in een soort wurgklem. En toen we dat door hadden, dan hadden we zoiets van, dan misschien moeten we toch proberen om te kijken hoe we in dat systeem komen, om dan proberen die regels te veranderen. Maar, om in dat systeem te komen, want we leven in een realiteit van overheid waarbij kwantiteit belangrijker is dan kwaliteit, moet je draagvlak hebben en de ideeën die ik veelal heb, nu minder, zijn niet zo populair binnen het systeem denken. Dus toen begonnen andere gesprekken te voeren, kijken wat realistisch mogelijk was. Ik heb zelf met andere kleine partijen opgericht, als Partij voor Vrijheid en Transformatie, dat is geparkeerd. Mensen denken dat ik ben overgelopen, dat is het niet, het is gewoon geparkeerd. En met medeweten van alle bestuursleden hebben we dus besloten, nadat we gesprekken met de VAP hebben gevoerd, nadat we ook met meerdere politieke organisaties hebben gesproken, en we te veel fundamentele verschillen hadden, wat we dus niet hebben met de VAP, is toen het besluit gevallen van oké, als de VAP draagvlak heeft, ze zijn sterk groeiende, ze zijn toch eens met heel wat fundamentele zaken, en de situatie is nijpend, alles gaat heel snel, heel sterk achteruit. Laten we dan het een kans geven en kijken wat het wordt. Hmm. Rumi, ik ken je als ik het zo moet noemen, maar je bent de best radicale denker, als ik het zo moet zeggen, als we moeten kijken naar je ideologieën. En ik ken je bijna als iemand die best wel anti-regering is, maakt niet uit wie daar zit, je bent anti het systeem. Nu zit je... Of nu is het eigenlijk je poging, je probeert nu in de regering te komen. En natuurlijk kan ik snappen dat je het waarschijnlijk van binnenuit wil veranderen. Ik vraag me alleen af, welke radicale ideeën van jou kwamen overeen met de ideologieën van de VAP? Nou, kijk, ik zou... Sorry, kijk, ik hoor werkelijk jarenlang dat ik radicaal ben. Maar in principe is het een kwestie van perceptie, want ik zie het niet als radicaal. Ik zie het juist als normaal. Ik praat over respect voor elkaar hebben. Ik praat over dat de mensen in de overheid, en ik ben nog steeds tegen het systeem van overheid, dat de mensen in de overheid niet het recht hebben om te komen aan onze eigendommen. Dat al die zaken wat ik jarenlang heb gezegd, alles staat nog pal overeen. Oké. Sorry, wat was de vraag weer? De vraag is welke ideeën van jou
komen over in mijn VAP? Want je hebt zelf gezegd, met een heleboel mensen gesproken. Ja, klopt. Ja, dus ik heb met, natuurlijk, kijk, de partij heeft duizenden leden. Ik heb met een aantal sleutelpersonen gesproken. Dat is dus de heer Van Tokkie, mevrouw Matura, de heer Sharman, de heer Noor Mohamed, Elvin Roosveld, die is aspirant ook, Cedric van Samson en de heer Gayadin, korter, dat was pas geleden. En we hebben dus echt zitten praten over de richting. En mijn fundamentele zaken, die zijn belasting, inminderen of afschaffen zelf, waar mogelijk, maar dat moet je natuurlijk gefaseerd gaan doen. Ondernemerschap stimuleren, empowerment en minder zeggenschap van politici. Mm. Dat zijn de belangrijkste zaken en ze waren het eens. En natuurlijk, kijk, je kent elkaar niet. Je gaat observeren, je gaat kijken of het zo is of niet zo is. Maar uiteindelijk is het werkelijk in het verkiezingsprogramma van de VAP gekomen. En als men de tijd neemt om te lezen, dan ziet men dat het programma van de PVT veelal overkomt met het verkiezingsprogramma van de VHP. Mm. Alleen zijn het andere bewoordingen. Dus vandaar. Oké, okay. Je bent nu aspirant DNA-lid. Ja. Je bent pas in de VHP. Ja. Hoe is dat als het ware overgekomen bij de andere leden? Ik weet niet. Ik kan niet denken wat andere mensen denken. Ik begrijp dat systematisch dat vaak misschien niet goed opgevangen kan worden bij bepaalde mensen, maar... intern is men bezig te werken ook aan de mindset en waarbij men probeert te realiseren dat men het algemeen belang inziet en dat het niet gaat om, hoe zal ik het zeggen, dat niet gaat om names en faces, maar dat het gaat om kunde. En als je in bepaalde mensen bepaalde kracht ziet en je kan inschatten van hey, we kunnen wat bewegen daar met zulke mensen, dan moeten we dat doen. Weet je, het is het enige wat ons ophoudt, is ons denken. Hè? Dus, en het is last van mij, kijk, de heer Van Tokkie wil positieve veranderingen doorvoeren. En iedereen heeft moeite met veranderingen. Ook in bedrijven heb je dat, je hebt het in huishoudens. Iedereen heeft er in eerste instantie moeite mee. Maar dat wil niet zeggen dat je het niet moet doen. Mm. Oké, okay. Dat is mooi gezegd. Oké, okay, aspirant, je hebt tot nu toe niet echt gemerkt dat er andere mensen zijn waarbij je denkt van deze reacties of... want ik neem aan dat jullie al hebben gezeten met elkaar in zekere mate, natuurlijk misschien niet met alle leden, maar met enkele leden en je bent er pas bij. Je hebt nog geen jaar als ik het goed heb, toch? Ja, het is echt pas een paar maandjes. En je wilt komen in de regering, natuurlijk weer DNA-lid worden als alles ideaal verloopt. Als je eenmaal daar bent, hoe denk je dat men gaat... Natuurlijk kan je niet echt denken voor mensen, nee. Maar tot nu toe heb je wel, ik neem aan op bepaalde ideologieën van je bepaalde reacties gaat. Je krijgt altijd positieve en minder positieve reacties. En vooral als ik naar je moet kijken bijvoorbeeld, ik denk dat je de eerste aspirant DNA-lid bent die er vrij flexie uitziet in de zin van als ik kijk naar je tatoeages en alles. Snap je wel? Ja. Krijg je nogal reacties daarop? Zeg men wat daarover? Mijn ideologieën of mijn tatoeages? Ideologieën en hoe je eruit ziet en jij als Rumi Knappel dus als persoon. Dus gewoon voor mij, als persoon. Als persoon. Nou, kijk, ik moet eerlijk toegeven. Ik heb in de VHP zelf wat dat betreft tot nu toe niks negatiefs gemerkt. Natuurlijk zijn mensen zowel binnen de VHP als buiten de VHP niet 100% eens met alles wat ik zeg, maar dat heb je zelf. Dat heb je zelfs binnen families. Ik ken mensen wiens vaders behoren tot een andere politieke partij en zoon en dochters weer tot een andere politieke partij. Maar het is één bloed, Isabi. Mm-hmm. Dus het oneens zijn is geen probleem. Ik heb wel reacties gehad van buiten de VHP. Van, dat men opmerkingen maakt over mijn tatoeages. Hoe kan zo iemand in het parlement komen? Maar, sorry, daar zie ik dus wel weer dat... men binnen de VHP werkelijk voor vernieuwing gaat. En dan heb ik het niet alleen over waar men sterk de nadruk op legt, is dat van etniciteit. Maar waar ik de vernieuwing meer zie, is in de mate van acceptatie van iemand als mij. Mm. Ik bedoel, als je met mijn ideologieën wil omgaan, als je openstaat voor mijn denkwezen en mijn uiterlijk, dan zegt het mij dat je zelf niet blind staat op het uiterlijke, maar je houdt je echt bezig met wat belangrijk is.
En wanneer we samen zitten, dan is men echt gefocust op wat hier binnen is. Wat heb je te zeggen? Wat is je bijdrage? Men let niet. Ik ga gewoon, wat er gisteren nog gebeurd, vergadering, ik ga gewoon in mijn t-shirt. Niemand zegt me, hey Romy. Niemand. Dus ik zie wel dat het is misschien wel een oud bestaande partij, maar het zijn niet dezelfde mensen die nog van toen daar zijn. Toch? En dat merk ik gewoon al in de omgangsnorm. Of dat zal veranderen in de toekomst, weet ik niet. Maar tot nu toe. Ik las een artikel van je over een soort Messias-artikel. Het Messias. Ja, ah, je hebt het gezien. Ja, ik heb het gezien. En ik vond het interessant. En wat ik me daar afvraag, want kortom gaat het erom dat je eigenlijk aangaf dat men altijd zoekt naar een iemand die ze komt redden. Ja. Natuurlijk van hun problemen en dat soort dingen. Maar als we kijken naar de situatie waarin we zijn in het land. Ja. En we moeten denken aan de normale burger die geen aspirant DNA-lid is. Of hij is gewoon die guy die werkt of die dame die werkt. En natuurlijk wil je dat iemand alles recht trekt. Want je hebt het gevoel dat het zo hoort. De regering is daar om dingen goed te regelen en dat soort dingen. Natuurlijk zou je ze dan niet moeten zien per se als messias of zo. Maar denk je, hoe zou men moeten denken? Want in jouw artikel komt het eigenlijk erop neer dat we niet te veel moeten rekenen op anderen om ons te redden uit van onze ellende. Wat moet de normale burger doen als hij moet denken aan de ellende van het land? Ja, oké. kijk, het is sowieso, dat heb ik ook in het artikel gezet, we zijn getraind om zo te denken. Toch? Ik heb het uiteindelijk over het nemen van je eigen verantwoordelijkheid en het niet ontzien van jouw eigen kracht en jouw positie als mens in die maatschappij. We hebben een situatie bereikt nu waarbij wij een gemeenschappelijk probleem hebben in het land. En dat systeem is zodanig geregeld dat degene die problemen veroorzaakt alleen vanuit die stoel vervangen kan worden en dat iemand anders die daar komt dan dat probleem kan oplossen. Of degene die op die stoel zit moet het weer zelf gaan oplossen. Het is een oneigenlijke situatie. Het is de bereikbaarheid tussen de gemeenschap en de overheid. Het is zo stug. Het is zo log geworden. Dat het is onmogelijk om dat te verwachten. En als jij en ik op één grondgebied leven. En jij en ik hebben één probleem. Waarom zou ik plotseling moeten verwachten als jij zegt van hey, ik moet dat ding gaan oplossen. Dan waarom ga ik nu verwachten dat jij daadwerkelijk moet doen? Wat is mijn aandeel dan erin? Jij kan mij bijvoorbeeld gaan vertegenwoordigen, maar wat doe ik? Dit is ook de reden waarom we uiteindelijk hebben gekozen om in de overheid te gaan. Omdat er geen beweging kwam vanuit de gemeenschap. Mensen hebben een probleem, maar ze wachten toch op anderen om het te doen. Weet je, en iedereen kijkt naar die overheid. En dat staat ook in het artikel. Stem op mij, dat doe ik het voor je. De overheid moet dit doen. Maar wat is jouw aandeel? Want het is jouw vrijheid, het is jouw leven, het is jouw verantwoordelijkheid. En dat is wat ik mis. En zolang we zo blijven doordenken, dan ga je mensen hebben die constant misbruik daarvan gaan maken. Want dan, oh, je wil dat ik het voor je doe, dan ga ik het voor je doen. Dan ga ik het voor je doen, ja, maar je gaat wel wachten, toch? Ja. En ik zeg niet dat iedereen zo is, maar ik denk dat als we daadwerkelijk naar een staat van vrijheid willen gaan, dat wij onze positie moeten gaan innemen als mensen. En niet moeten verwachten en denken dat anderen het voor ons gaan of moeten doen. Mm. Want iedereen is op de eerste plaats verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leven en diens gezin. Toch? En dan de tweede plaats komen de andere mensen. En dat mag. Dat mag, dat is logisch. Maar zolang jij alles wat jij doet in samenwerking doet met anderen en niet ten koste van anderen. Mm. En wat dat betreft hebben we helaas nog wel een heel lange weg te gaan. Ja, men noemt dat schapenmentaliteit. Hoe denk je dat we vandaag aan de dag zover... Kijk, ik heb hier cijfers of zo. Ik kan je niet zeggen hoeveel mensen in principe eerder wachten op iemand om iets voor ze te doen. Maar het schijnt wel zo te zijn dat er wel een heleboel mensen die zo'n mentaliteit hebben. Hoe denk je dat het zover komt dat mensen zo... Eigenlijk, je hebt zelf gezegd, we zijn zo gemaakt, we zijn getraind als het ware om te rekenen op andere mensen. Maar wanneer denk jij persoonlijk dat het is begonnen? En natuurlijk, als ik me denk aan de reden, lijkt het me heel vanzelfsprekend waarom iemand zou willen dat mensen juist rekenen op andere mensen. Het is een kwestie van macht. Je kan dan je wil doordrukken. Maar wat denk jij zelf hierover? Hoe zijn we zo ver gekomen en hoe denk je dat we dit ooit kunnen oplossen, als we het kunnen oplossen? Het is gebrek aan zelfkennis. Het is gebrek aan eigenwaarde. Hoe het is begonnen, als we de gezins bekeken, we zien dat
waar kolonisators hebben gehad. Ze hebben landen bezet, waren veroveraars. En in principe was altijd, je komt een gebied binnen, je moordt uit en wie overblijft, nou, die gaat zich moeten onderwerpen. Het beste systeem om mensen in een onderworpen staat te houden is wanneer ze in hun mind onderwerpen. Ze moeten bang zijn voor je. Ze moeten zo lam geslagen zijn dat ze niet in opstand tegen je durven te komen. Want het is natuurlijk, ja, ze kunnen een week kunnen ze zich bedeesd houden, maar ze gaan hun kans misschien blijven zoeken, toch? Om in opstand te komen. Dus je moet een systeem doordrukken waarbij men zelfs niet op het punt komt om eraan te denken om in opstand te komen tegen je. En een geniaal systeem dat is ontworpen is het systeem van de overheid. Waarbij je al met een paplepel wordt opgevoed dat je moet buigen voor de autoriteit van overheden. En wat ik geloof in mijn eigen leven, en dat breng ik ook over in informatiesessies aan anderen, is dat je geen enkele autoriteit buiten jou moet erkennen. Geen mens en geen enkele organisatie, omdat geen enkele autoriteit boven jou staat. Mm-hmm. De enige autoriteit die boven je staat, ja, is de maker die ons heeft gemaakt. Je dient wel respect te hebben voor je omgeving en mensen, sowieso. En je dient wel de krachten te erkennen van andere mensen, sowieso, zodat je kan samenwerken. Maar je moet niemand boven je stellen. En de overheid heeft een heel sterke, hoe zal ik het zeggen, het is zo een sterke eigenschap van hiërarchie. En je ziet hoe het doorwerkt in die samenleving. En ik vind het heel destructief. En als er mensen zijn die vinden van ja, maar ik wil een leider, nou, dus dat je goed recht, maar dat is jouw keuze. Dat is dan niet mijn plicht. Mm. Weet je, en ik geloof dan dat regels daar heel veel effect op hebben. Dus als we dit zouden moeten oplossen, dan heb je die mindshift nodig om eerst in het systeem van kwantiteit draagvlak te kunnen creëren. Waarbij mensen dit ook inzien, maar die mensen gaan er ook daadwerkelijk dat respect moeten hebben voor hun medemens. Waardoor ze zeggen, oké, we moeten die regels die de vrijheid van mensen beknellen, tot in hun denken, gaan we moeten veranderen. En zodat mensen die vrijheid meer gaan ervaren en dat ze zien dat het mogelijk is. En belasting is één van ze, zelfverdediging is één van ze, want veel mensen zijn, als ze zichzelf moeten verdedigen, zijn ze eerder bang voor wat de consequenties zijn van overheidswegen, als het wordt overgebracht alsof zij fout zijn geweest tijdens de zelfverdediging, dan dat ze denken van, hey, ik moet mezelf en mijn gezin beschermen. Weet je, kijk, als je nu aan een wapen moet komen, het is onmogelijk gemaakt. Je moet zoveel geld hebben, die procedure. En een crimineel gaat op straat en mij buy one, go, my koei, osso, my roofie, doe alles aan. En dan sta je gewoon. En daar zie je die ongelijkwaardigheid. Want een mens die zijn of haar eigen waarde kent, beseft dat hij geen toestemming nodig heeft van een ander om te bepalen hoe hij zichzelf moet verdedigen. Mm. Want jouw leven is jouw verantwoordelijkheid. Niemand beschermt je op dat moment. Het kan niet. Of je moet geluk hebben. Maar denk je niet dat sommige mensen, kijk, ik had dit gesprek een keertje met een vriend over hiërarchie en dat soort dingen. En hij maakte heel goede opmerkingen. Hij zegt, als we beginnen bij een punt van nul, iedereen op een punt van nul, ga je automatisch merken dat sommige mensen toch bovenop komen en andere mensen automatisch dat er een hiërarchie vormt. Zonder dat men er bewust aan werkt. Er zijn geboren leiders, dat hoor je vaak, je born leader of zo. Dus blijkbaar kunnen er dus ook geboren schapen zijn. Toch, nee, als je het zo bekijkt? Kijk, het hangt er af. Je kan, dat kunnen we hiërarchie nu gaan definiëren en ook wat we verstaan aan de leiderschap. Mm. Als je praat over een intellectuele hiërarchie, dan ben ik 100% eens. Ja. Als je praat over leiders die mensen kunnen overtuigen met ideeën, waarbij mensen hun eigen meerwaarde erin zien en zeggen van, hey, weet je wat, ay, dit lijkt me wat, dan is dat een sterke leider. Maar het moment dat jij macht moet uitoefenen, het moment dat jij mensen moet dwingen om met jouw idee mee te gaan, dan is jouw idee dus helemaal niet goed. Mm. Want als het idee goed is, dan staan mensen in de rij. Je toestel dat je hebt, heeft iemand je gedwongen? Nee toch, het was een idee. Toch? Je kleding, alles. Dat is die krijt. En in de gemeenschap doen we dit al. Dus wanneer ik dit soort dingen zeg, zeggen mensen, ja, waarover je praat is utopie. Nee, want we leven elke dag al zo. Mm-hmm. Maar alleen wanneer het met de overheid te maken heeft, lijkt het plotseling onmogelijk. Ja. Toch, terwijl de overheid de eerste organisatie is die dat voorbeeld zou moeten geven. Wij geven het voorbeeld aan de overheid van hoe het netjes hoort. Mm-hmm. Maar de overheid niet. En we merken ook, als je wereldwijd kijkt, de gemeenschap is constant in strijd met die overheid.
milieurampen. Dollarkoers, bij wijze van, toch? Mm. Economie. Mensen gaan op straat. Waarom? Om te protesteren tegen mensen in die overheid. Dus die organisatie is structureel fout. Het is gewoon helemaal kapot. Mm. En we merken het. Wat ik jou eigenlijk wil vragen is, denk je dat er ooit een punt gaat komen waarbij je mensen gaat kunnen overhalen die niet... Ik geloof dat mensen zijn wat ze zijn. Ik merk dat mensen zijn wat ze zijn en dat je sommige mensen... Natuurlijk heb je wil en alles dat je wil doen, kan je doen, als je het nou echt genoeg wilt. Maar ik merk dat sommige mensen gewoon echt niet echt een leider willen zijn van hun leven. Ja, dus je merkt dat mensen echt, sommige mensen willen echt dat alles voor ze voorgekoppeld wordt en dat soort dingen. En het, kan je dat ooit uit iemand halen? Kijk, Donovan, wat ik ga je zeggen, toen ik begon met dit ding, had ik ook mijn eigen resultaten. Had ik haar ingepland, ik had mijn timeline ingepland, ik wil binnen zoveel jaar dit bereikt hebben. Met mensen weet je het niet. Wat ik wel heb gemerkt is dat doordat ik consistent bezig ben geweest, de boodschap zich wel is gaan verspreiden, mensen wel zijn gaan nadenken en ik nu in een van de grootste partijen zit. Dus, sorry, het enige wat ik kan zeggen, wanneer je met mensen werkt, het geldt voor iedereen, het geldt ook voor mij, je weet nooit 100% wat je hebt aan iemand. Aan je eigen kind ook niet. Aan je eigen partner ook niet. Toch? Ik bedoel, kijk, zoveel mensen, nooit niet meer zeggen, ik heb geen cijfers, maar hoeveel mensen gaan vreemd. Maar, dus je ziet dat de mens 100% niet te vertrouwen is. Toch? Maar als mens, desondanks, gaan we toch een bepaalde relatie aan met elkaar. We gaan toch samenwerken. Waarom? Omdat je ergens een doel hebt. En je moet ergens een keuze maken en beginnen. En je moet in actie komen. Desondanks alle onzekerheden. Desondanks alle risico's. Je moet een risico nemen, anders ga je het nooit weten. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen. Je moet gewoon doen en kijken wat het wordt. En als het werkt, doorgaan. Als je ziet dat het op een gegeven moment minder werkt, dan moet je het bijschaven en doorgaan. Maar hoe lang dit gaat duren, hoe het zich zal ontvouwen, dat weet ik niet. Maar niets doen is geen optie. Oké. Nou, er is een heleboel drama als we moeten kijken naar onze economische situatie, als we moeten kijken naar de banken. En er ligt in principe heel wat wanvertrouwen als we moeten kijken naar mensen die rekeninghouders zijn van noem maar op welke bank. Vooral als het komt op vrede, valuta, mensen kunnen nu makkelijk, moeilijker hun geld lichten en al dat soort problemen. Hoe denk je dat men bewust is van wat een bank in principe voorstelt? Men, de normale burger, want ik merk dat men normaliter niet echt weet dat de bank hoe dan ook daar is om winst te maken. Het is net een, het is een business, sowieso. Business, de bank is in principe niet daar voor jou, echt. Snap je? Want het is een bedrijf, ze zijn daar om je geld te maken. Jij komt met je geld en ik ga mijn zaken doen met jouw geld. Men weet dat normaliter niet. Yeah. Dit is een heel simpel voorbeeld van hoe men eigenlijk onbewust leeft en dit alles. Wat denk je nu van het bankwezen en hoe denk je dat we die... Want als je het aan mij vraagt, is het een kwestie van bewustzijn. Als men bewust is van wat dit alles betekent, zou je 3-4 keer nadenken voordat je je geld ooit daar zou plaatsen of zo. Hoe kunnen we deze bewustzijn brengen? Want het leek me echt informatie die bijna... Ja, het is informatie die als ik dit zou vertellen aan een normaal persoon of zo, zouden ze me gek aankijken, snap je? Ja, kijk, eigenlijk heb ik het antwoord gegeven, is bewustzijn. En bewustzijn heeft ook te maken met het kijken van eigen waarde. Want kijk, je moet nagaan dan van hoe komt het dat we zo ver zijn nu, dat een kleine groep mensen binnen een organisatie, want de overheid is niets anders dan een opgeblazen belangenvereniging. Nothing more. Toch? Dat het zo groot en machtig is, is hier. Wij geloven dat, maar het is gewoon een groepje mensen die dingetjes doen. En hoe komt het dat het zo ver is gekomen dat mensen... Keihard werken elke dag. Sparen. Gaan naar de bank, want we zijn getraind om te denken in het systeem van bankwezen. En dan op een gegeven moment jij je geld brengt. Dan wanneer je geld gaat halen, dan gaat iemand nu achter het loket, die ook gewoon zijn of haar werk doet hoor, want het zijn instructies. Ik heb het niet tegen die mensen. Jou dan vragen, wat gaat u doen met dat geld? Hoeveel geld? Nee, we kunnen u maar zoveel geld. Terwijl je veel meer geld hebt gestort. Niemand gaat je uitleggen waar je geld is. De man obigitegi you. Nee, maar zoveel geld kan u van uw eigen geld terugkrijgen. En het mensen, ik heb het een keertje meegemaakt waar ik zie.
dat een vrouw het gewoon pikt. Ik pik het niet, want het is mijn geld, toch? Maar ze pikken, en veel mensen pikken het gewoon. Dus daar zie je al dat men hun eigen waarde niet kent, want men accepteert het gewoon. Mm. Maar dat is het begin. Dan gaat men nu aan een reserve, want iedereen praat over kasreserve, maar het is toch niet van de een of de ander. Het is toch die reserve, niemand praat over reserve, want het was toch een reserve. Ik hoor niemand daarover praten. Wanneer de bankiersvereniging ziet dat Assan het biggie slang toe, dan moet er toch al wat alarmpjes gaan ringen. Dus oké, maar goed, laat dat. Nu is die bank, of nu heeft men gepoogd te komen aan je spaargelden en je ziet nog steeds dat mensen alleen klagen of boos worden, maar niets gebeurt. Dus je ziet dat mensen zich gewoon machteloos voelen. Ja. Dus om hieruit te geraken dan, en kijk, Surinamers zijn eigenlijk op die marons na, zijn geen strijders. We hebben voor niks gevochten in ons leven. Weet je, dat stukje is ons onbekend. En machthebbers die doeners zijn, die weten dat en die gaan daarop flink inspelen. Ja. Het enige wat nu gebeurt is dat mensen bezig zijn hun grenzen te verleggen en ze kijken nu hoe ver ze kunnen. Kijk, je moet nagaan. Als mensen echt zaken in het geheim wilden doen, zou men echt alles in het geheim doen. Maar alles lekt op een of andere manier. Denk je dat het zomaar is? Ik bedoel, je kan dingen ook met opzet laten uitlekken en kijken hoe mensen reageren. Toch? Mm-hmm. En als je ziet dat ze slap reageren, dan doe je het gewoon. Ja. En, want je ziet, je kan ermee wegkomen. En het is een theorie van mij. Ik zeg niets, ik bevestig niets. Het is gewoon iets wat ik denk. Want als ik alles observeer, dan denk ik van dit ding lijkt me een beetje raar. Weet je? Want zo kan je hele gemeenschap steeds ongevoeliger maken voor wandaden. Toch? Want ze pikken steeds meer en meer en meer. Dus en daarom moet ik wel zeggen, tot nog toe binnen de VHP zie ik dat men ook wil werken aan empowerment. We willen landelijk, willen op scholen, ik noem het een mentaliteitsmodule, willen we doorvoeren ook in buurten, waarbij we over dit soort zaken gaan praten. Over, niet praten, maar ook echt de betekenissen gaan uitleggen. Toch, over normen en waarden. Zodat we anders met elkaar omgaan en die andere generatie, die generatie die daar opkomt, anders kijkt tegen het leven, beter hun rechten kent, dat ze meedenken, niet dat schoolsysteem van ja en amen en je mag niks zeggen wanneer je iets denkt. Nee, je hebt juist creativiteit, je hebt ideeën nodig. Weet je, want als je een probleem hebt, moet je oplossing hebben. En daarvoor heb je ideeën nodig. En voor ideeën heb je denken nodig. En voor denken, dat is onzichtbaar, moeten mensen praten. Weet je, je kan mensen niet monddoen en vooral geen jonge mensen. En dat is ook opgenomen in het verkiezingsprogramma van de VHP. Dus daarom geeft het me die push om te gaan. Weet je, omdat we dit nodig hebben. We hebben dit echt nodig, Isabi. En dan moeten we kijken wat het wordt. Als ik kijk naar ons vorige gesprek, als ik even erover nadenk, reken je maar meer tot rust te zijn. En ben je tevreden over je positie nu? Ja? Integendeel. Ja? Veel mensen denken dat ik de positie van DNA-lid ambieer. Maar dat is het niet. Het is niet dat ik een specifieke positie ambieer. Wat ik gewoon graag wil, en dat heb ik jarenlang gewild, is wel de mogelijkheid of positie dan te hebben om dat werkelijk middels planning, brainstormen, uitvoering, die verandering te realiseren. Mm. En als het lijkt alsof ik in de rust ben, heeft het dan niet per se hiermee te maken, maar het is, ik heb geleerd dat als je, hoe meer je in het jugu-jugu gaat, hoe meer je zelf moet stabiliseren. Ja. Want er gebeurt heel veel nu, er komt heel veel informatie op me af. Je moet met heel veel dealen. En als je laat meesleuren daardoor, dan op een gegeven moment je lessing. En je moet altijd in je focus blijven. Want deze 3 maanden gaan er nog, de komende 3 maanden, er gaan nog vermoedelijk veel meer dingen gebeuren die je daglicht niet kunnen verdragen. En ik zie dat iedereen meegaat in die stroom van negativiteit. En dan verlies je focus. En als je focus verliest, dat zijn oplossingen ver te zoeken. Dus ik zeg ook mensen dichtbij, maar ja, heb je gehoord wat ze hebben gedaan? Ik zeg, ja, ik weet, volgende week gaan ze weer iets doen. We moeten werken aan die oplossingen. En niet voor kort termijn, nou, kort termijn natuurlijk ook, maar ook lang termijn. Want hoe gaan we dit voorkomen in de toekomst? Mm-hmm. Dus ik probeer me niet gek te laten maken door al dit soort dingen. Ik probeer niet in die hype te gaan van die negativiteit. Mm-hmm. Want het enige wat je doet, is dat je zelf klemt. Ik vroeg dit nog aan een, om het te goed, ik weet niet meer wie er, maar iemand was te gast. En ik vroeg die persoon, hoe enthousiast kan je zijn om nu
DNA in te stappen, gezien in wat voor situatie we zijn als land. Ik bedoel, het lijkt me echt iets waarbij je gaat meer moeten werken dan wat anders. En zo hoort het in principe altijd te zijn, maar het lijkt me echt een niet al te ideale situatie om nu DNA lid te zijn. Nee, maar kijk, ik ben punt 1, ik ben aspirant. Dus er kan van alles gebeuren. Ja. En al ben ik kandidaat, dan moeten mensen nog op me stemmen. En al stemmen mensen op me, dan moeten we nog daadwerkelijk in een coalitie komen. En al komen we in een coalitie, dan moeten we nu gaan kijken wat er daar binnen daadwerkelijk is. En al zien we dat, weet je niet hoe je tegenwerkt. Brada, het is nog een lange weg te gaan. En daarom zeg ik, als ik nu al broeien begin te worden, als ik nu al mijn focus begin te verliezen, dan kan ik de tent sluiten. Is dat weet je? Ja. Je moet jezelf stabiliseren. En als je, en daarom is op deze weg veel mensen werken. Het is waar wat je zegt. Veel mensen denken, als je gezegd toch, they only see the glory, but they don't know the story. Ja. Mensen zien iets van buitenaf en ze trekken een heleboel conclusies. Ik heb dat ook gedaan, maar ik ben nog steeds in wezen, sta ik nog achter alles wat ik zeg. Toch? Maar ik zie bijvoorbeeld met Tak Sani. Kijk, als iets fout is, is het fout. Als het waar is, is het waar. Als het niet waar is, is het niet waar. Dat is van de VP. Ik heb het ook gezegd. Van Uwe Aardappelen. Heeft het nooit gezegd. Al die jaren dat ik mijn kritiek heb geleverd op het systeem, heb ik dingen gezegd die ik moest zeggen, maar ze waren altijd waar, voor zover ik weet. Hij heeft dat nooit gezegd. Maar Amatak basisgoederen, wat ook niet goed is, is ook niet goed. Maar als dat man doet, de man takt, oké, ja, aardappel, het is leuk. Dan heb je een heleboel memes en dingen. Ik merk het ook. Dus als mensen iets met je willen doen, gaan ze het doen. En kijk, dat kan het een fatu zijn. Maar het probleem is nog steeds niet opgelost. Dus dat wie houden we eigenlijk voor de gek? Ja. Is dat wie? Trouwens, leiders van, die moeten wel... Ze moeten echt actief zijn op social media, man. Want ze moeten zien wat er gezegd wordt over hun en wat voor wat. Social media lijkt me nu een tweede wereld waarin men leeft. Je gaat zien dat mensen die heel weinig te verbergen hebben, veel op social media interactief gaan zijn. Mensen die veel te verbergen hebben, ga je nooit zien op social media. Maar dat hoeft het ook niet te zijn, hoor. Want kijk, ik merk nu ook door die drukte dat mensen me vragen stellen en ik kom er gewoon niet aan toe om het te beantwoorden. En als ik het niet snel genoeg beantwoord, dan zie ik weer opmerkingen, ja, die, terwijl dat het niet is. Ja. Is dat niet toch? Er is gewoon heel veel aan het gebeuren en je moet je prioriteiten stellen, maar dat wil niet zeggen dat er niet wordt gewerkt. Oké. Nou, Ruby, bel op een gesprek. Wie weet de volgende keer dat we praten, zullen we zien welke positie je dan bent. Want tot nu toe ben je elke keer, je bent gegroeid. En Milo, dat is altijd mooi om te zien. Dus bedankt voor het aanwezig zijn. Bedankt. Je heeft het gehoord. Hopelijk was het een beetje informatief en een leuk gesprek voor u. Natuurlijk moet ik groeten namens mezelf. Mijn naam is Donovan Bilkendijk. Ik hoop dat u heeft genoten. En ik wens u een prettige dag verder.